Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik sta. Sorry, wat? Nee, ik zit net op het beeld te kijken en ik denk, wat moet ik doen? Ik zit niet. Ik zie het niet, ik kan het plekken, maar. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik de 30k special, zoals beloofd. En ik ben met Nina, SB en Anne. Helemaal leuk. Wat we dus gaan doen, als je misschien volgt op Instagram, heb je het al gezien. We gaan dus de Truth or Drink Challenge doen. Yeah. En ja, wat houdt het in? Ja. We hebben jullie allemaal vragen gesteld die wij dus moeten beantwoorden. En als we ze niet willen beantwoorden, dan moeten we shotten. Daar heb ik echt geen zin in, want ik zie dit staan en het wil ik niet. Nou, we hebben echt... Oh, die persoonlijke ga ik ook echt niet shotten. Nee. Nee. Ja, drie versen kan wel lekker zijn. Ja. Oké. Okay. Heerlijk. Oké, maar we hebben dus genoeg om te shotten. We gaan het helemaal zien. We hebben een wijntje ernaast voor, ja. Gewoon voor de lekker. Voor de lekker. Best voelen. Voor de lekker. We doen niet aan water, hè. Dat doen we niet aan. Nee. Lekker wine. Ja, dat lijkt heel lekker. Eigenlijk moeten we kiezen welke degene moet shotten. Ja. Of per vraag moet hij heftiger worden. Yes. Ja. Wij moeten gewoon kiezen. Bacardi is echt voor het laatst. Gewoon, die moet heel erg ver. Ja. Moet hij helemaal vol? Nee. Oké. Heb je nu zin in deze video? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet natuurlijk ook niet om mijn kanaal te abonneren. En ons te volgen op Instagram. Dat staat hier in beeld. En ja, laten we maar gewoon gaan winnen. Yes. Ja, we gaan onze beurt een vraag doen. Want anders is het eerlijk als ik het allemaal... Oh, dit wordt echt... Oké, maar hoe gaan we dit aanpakken? Hè? Dan ga je dus echt... Ja, dan ga je echt keihard. Ja, maar ja, dat is het challenge. Ja, maar dat is het We beginnen met deze. Ooit gevoelens gehad voor de vriend van een vriendin van je? Zo ja, wie? Ik niet, sowieso niet. Nee, ik ook niet. Ja, nee, ja. Ja, dat is ook zo. Ja, zei ik wel. Ja. Voel je dan? Nee, dat zou wel. Zo ja, wie staat er? Oh ja, zo ja, wie? Oh, dat moet je snappen. Ja, ze hebben het net verteld aan tafel. Ja, ik zit gewoon bij te pikken. Als ze dit zegt. Nee, dat kan niet. Nee, oké, ja, dan moet je shotten. Ja. Als je het niet mag zeggen. Eerste shotje! Want dit zijn echt. Ja, stop! Nee, schrik dat zo veel. Dit zijn al twee shotjes. Dat is echt fucking veel, ja. Ja, dat is echt shot. Oh, ik wil ook echt heel graag een shotje. Ja, ik. Oh. Dronken seks of nuchter seks? Nuchter. Ja, ik ook. Ja, dronken ben ik er vaak niet eens klaar voor. Nou, ik ben gewoon oud. Het ligt er ook aan in hoeveel, hoe dronken je bent. Ja. Maar nee, nuchter. Nee, nuchter is veel beter. Ja, sowieso. Ja. Onze beurt de vraag doen, want anders is het eerlijk. Ja. Hoeveel geld staat er momenteel op je bankrekening? Oh, niet zoveel. Corona. Oké, maar stel, dat was de vraag. Wat staat op een spaarrekening? Zou je dat ook beantwoorden? Ja. Nee. Ik ook niet. Oh. Nee. Dat zou ik niet doen. Ja, ik vind dat ik een beetje, maar dat is echt de vraag. Dan moeten we shotten. Ja, dat staat er ook bij. Nee, is dat echt zo? Nee. Oh, ze hebben het even kijken. Ja. Zit er eigen vraagheid kiezen? Ja. Oh ja, je hebt iets er nu. Anne. Oké, heb je ooit awkward situaties meegemaakt waar je nu voor schaamt? Yeah. Ja. Ik heb zo vaak dingen, maar zo ik ben vaak. Even al. Oké, okay, ja. Wat? Die van jou zijn het allerleukste. Ja, mooi top. Oh, deze is leuk! Nee, dat gaat niet. Hallo, waar zijn we nou? Oké, maar ja, dan moet ik even iets bedenken wat heel awkward is. Ik heb niet één bepaald ding, maar ik ben wel awkward in mezelf. Dat heb ik ook. Ik heb altijd mensen die naar mij zwaaien of naar iemand achter mij dat terugzwaaien dat niet naar mij is of zo. Ja, ik heb altijd dat mensen naar mij zwaaien dat ik het niet zie. Ja, dat heb ik altijd. Jij ziet het gewoon. Ja, maar dit is ik heb wel iets heel awkward meegemaakt, maar dat kan ik niet vertellen. Nou, ik wil iets dan moet je shotten. Ja, dat wil gewoon shotten. Nee, maar ik shot. Het gaat over, als ik het vertel, dan expose ik mezelf heel hard. En ik weet niet wat dit is, maar dit is gewoon. En niet van jou gewoon alles inschrijven. Oké, ik vertel een beetje waar het om gaat, waarom ik het echt niet kan zeggen. Want het gaat over mijn stage. Oh, nee, ja, dus niet zeggen. Nee, sowieso nee, maar niet. Ik heb dus niet echt een awkward situatie, denk ik. Nee. Wat zou je doen als je nu zwanger zou worden? Houden. Als je ik zou hem ook houden. Ik kan hem niet weghalen. Nou, het ligt eraan met wie, maar. Nee! Ja, maar wat als je het nu was? Maar was het dus wel echt goed? Ja, dan zou ik het houden. Want ik zou het niet zo weg kunnen laten. Ik kan er dus niet over nadenken. Daarna krijg je echt schuld, als je nog een kindje kan niet. Zou ik het zelf niet zo uitvoeren? Dus we zouden allemaal. Wat zouden we laten doen? Wat wij zeggen nu van: oké, ik zou het niet doen. Ik wil het niet hoor. Ik wil het niet.
Wie doet snelst zijn benen open voor een broer van een vriendin? Oh. Laat ik op deze vraag. Oké, moeten we met z'n allen wijzen binnen 3, 2, 1. Oh, maar wie gaat het snelste doen? Ja. De broer van een vriendin doen. Ja. Ja. Oké, 3, 2, 1. Wacht, ik wist het nog niet. Wat? Ja, ik denk dat ja. Kijk, is het mee? Ja, nou, ja, vind ik. Kom maar door. Ik denk dat jij dat zou doen, man. Daar echt niet. En dan wij zouden helemaal over nadenken van oh my god, dat kan echt niet. Ja, zo dat ben ik echt schijt. Ja, dat is hem. Ik denk dat hij. Met hoeveel mensen hebben wij gezoend? Nou, dat weet ik niet. Oh god, dan moet ik echt tellen. Oh, ik kan het wel tellen hoor. Ik ook. Ik kan het ook. Nou, ik ben altijd hop, hop, hop van vriend naar vriend. Ja, dat is zo'n. Ja, dat is ook. Jij bent echt zo. Je gaat iedereen af. Ja. Ja, maar tellen meisjes ook mee? Ja. Oh, ja, dan is het er ook mee dan misschien nog wel meer. Nee. Tussen de 8 en de 10 of zo. Ja, maar zij heeft vriendjes gehad. Dus ja, nee, maar helaas, ik ben echt fucking lang single geweest. Ja, nee. Ja, maar jij bent gewoon echt zo'n hopper de popper. Echt niet best. Ja. Maar ik weet het gewoon niet. Nee, bij jou is het ook niet tellen. Ik denk gewoon 30 plus. Niet tellen. Oh, zoiets. Ja. Ik denk tussen de 5. Nee, ik denk 15. Ik ben natuurlijk echt een fucking lang dame, dus ik heb pauze hier geweest. Ja. Het gaat hard hoor. In totaal boven de 10 wel, maar ik zou niet. Wel onder de 20. Tussenin. Ik wil ook wel een shot. Nee. Oh, en niet spelen. Jullie willen. Wij zijn te vreten voor dit spel. Eigenlijk niet spelen. Oh. Nee, dit gaan we niet doen. Ja. Is dit nou weer voor glas? Jee. Nou, hè? Jij wil een shot. Oké. Okay. Ja, ze zijn lekker, hè? Maar hoe keek die drank er nu bij jullie in? Nou ja, wel lekker. Nou, wel goed. Ja, wij ook wel. Hey, jongens, ik wil even vertellen. Ik was vanavond heel fresh aan het koken. En ik stap 2 vergeten. Wat? Nou. Ik was grappig. Kijk, zij pakt stap 1. Hoeveel one night stands heb je gehad? Dit boeit echt niet, man. Je wel boeit. Hoeveel one night stands? Je hoeft het niet te zeggen, dan is het shotten. Ja, dat is waar. Maar wat is een one night stand? Ik bedoel... Je was een one night stand. Wat is dat? Ik heb wel... Oh, ik shot deze. Maar er is één goede reden hierbij. Ik denk dat ik... Geen one night stand gehad. Ik ook niet. Maar ik ook niet. Nee, maar oprecht. Maar het mogen ook wel mensen zijn die ik ken dan toch? Ja, tuurlijk. Je hebt er geen gedaan, maar er is geen... Er zijn alleen... Dan, hè? Ja. One night stand achter. Oké, nou dan is het 1. Bij mij. Bij jou dan, hè? Ja, maar jou moet niks gehoord. Ja, niet bang voor. Oké, shot jij. Ik heb al 0 gezegd. Verstandig. Oké, volgende weer Nien. Ja. Ga even leuk uitzoeken. Wat voor porno kijken jullie? Ik kijk niet echt porno. Ik ook niet. Als je het kijkt. Ja, nu wordt het moeilijk, hè? Nee, ik kijk geen porno. Ik ook niet. Dit is zo hard. Als je het kijkt. Ja, maar nee. Nee, want ik kijk het niet. Stel, ik zou het niet leuk om het hier over te hebben. Ik ga shotten. Allemaal voor je dan. Het is zo hard. Hoeveel meer anders? Wij zijn gewoon eerlijk. Wij zijn eerlijk. Jullie hebben nog nooit iets opgezocht. Nee. Ik zweer het. Nooit iets opgezocht. Oh, is het al? Nee. Ik zweer. We zijn helemaal shot. Waarom zeg ik niks? Nee, ik ga het niet zeggen. Dat moet ik zo zeggen. Ik weet dat dit niet beantwoord wordt, daarom is het goed. Want dan krijgen we een soort tussen gaan. Ja, maar dan stel je die vraag dan. Ja. Nou, dan is het alweer lekker shot. Oké, okay, neem maar. Nou, hallo. Kijk jou eens. Oh, jij wil even wat. Ik wil even klein. Lipje. Nipje. Oké. Cheers. Cheers. Hoi. Okay. Als je mee zou doen aan Ex on the Beach, welke ex zou je als eerst terug willen voor seks? Ja. Oh my god. Ik wil je antwoorden. Nee, dat kan je echt niet. We hebben allemaal een vriend. Ja, we zijn trouwens allemaal een vriend. Dat moeten we even duidelijk maken. Ja. Ik heb niemand. En dan kan je zeggen, je gaat mijn schoenen nemen, maar ik heb ja, ik heb het niet zeggen. Ik heb zoiets niet zeggen. Ja, dan moet je drinken. Nou, jij moet drinken. En ze gaat heel goed. Ja, ik ga het niet zeggen. Ja, ze gaat drinken. Ik ga niet zeggen. Maar niet zo'n mega glas. Nee, dit is goed. Dit is top. Ja, waarom zijn die fles in haar hand? Santé. Ze hebben echt de standaard. Santé, meiden. Ja, wie van alle YouTubers mag je het minst? Ja, die kunnen wij ook wel zeggen. Oh, ja. Minst. Nou, dat ga ik niet beantwoorden. Nou, ik kan het wel zeggen natuurlijk. Ja. Ik, niet dat ik haar niet mag, maar ik vind Monica Geuze vlogs echt... Nou, ik kijk haar gewoon niet. Ze is een leuk persoon, want ik vind haar leuk om te volgen en zo. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat zij edit de vlog. Maar vind je haar dan niet? Nou, vind Gio wel leuker om te kijken. Nee, maar dat is ik vind haar sowieso gewoon top bij. Ja, maar ik vind haar ook top. Maar op Instagram ook echt top. Ja, op Instagram lover.
Maar op YouTube doet ze heel weinig moeite of zo. Dat duurt dus 45 minuten en je kijkt de helft naar hier. Oké, maar ik heb dus juice gehoord over een hele grote YouTuber. Sinds ik dit weet, I don't like her. En sinds ik het weet, I don't like her. Ja. Nee, echt. Ja, maar dat is leuk als je dit verhaal hebt. Nou, ja, maar. Gewoon, en ze is echt een van de grootste. Ja, maar ik heb dezelfde als Saar. Ja. Cheers! Oké, okay, cheers, santé. Wie heeft het meeste seks? Ja. Nou, we moeten allemaal even persoon zeggen. Je moet allemaal tegelijk aanwijzen. Ik heb hier wel een allemaal tegelijk aanwijzen. 3, 2, 1. Wat? Ik denk Saar binnen. Ja, oké, of Saar binnen. Weet je waarom ik denk? Mag ik even uitleggen? Ja, maar we hebben alle twee heel veel. Ja, ik denk ook toch Saar. Ja, maar ik ben echt helemaal in die roze. Wij hebben alle twee nog heel erg. Absoluut niet. Ja, oké, ik heb wel veel seks, maar het is meer. We hebben het allebei heel druk met werken, maar ik heb een stage nu erbij. Dus ik zie hem gewoon minder. Ja. Dus ik denk op dit moment jou. Ik denk ook Saar. Ja, ik denk Nina en ik zijn echt hetzelfde, denk ik. Ja, ja. Denk ik ook. En Anne ook. Ja. Ja, wij zijn echt gek. Oh, wow, wow. Gek heeft niks te maken. Nee, maar dat wou ik gewoon even erbij zeggen. Ik denk dat Sanne en ik elkaar wel vaker zien nu. Oh. Ja. Ja. En helemaal op die roze wolk. Ja. Je ziet het in je begin. Ja. Jullie zien elkaar ook het meest van ons allemaal. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Als je een vrouw zou vallen, welke vriendin zou je dan eerst doen die hier zit? Ik moet even nadenken, want ik weet het oprecht niet. Nee, hoe nee, maar zou je dat doen? Nee, maar even serieus. Dit weet je toch ook niet in één keer. Je moet je gewoon toch gewoon doen. Ik zou maar doen of een relatie. Nee, doen. Gewoon even neuken. Ja, maar dat boeit niet. Gewoon met Allah. Ik hoop een kwartet. Ja, dat zeg ik net. Met Allah. Maar een relatie. Ik zou met je dat. Een relatie. Ja, maar dit is een hele. Dat zeg ik, waarom vraag dit? Ja, dit is zo'n vraag dat je bedenkt, maar moet je echt even nadenken. Nee. Ik zou jullie drie alle twee zo hard doen. Door toch? Hey, ik zeg volgende vraag. En Anne was degene die zei: quit jongens, even stoppen. Nee, nou. Ik ga het verhaal vertellen. Kijk, nee. Ik. Cheers. Ja, hier is die. Nou, cheers, mevrouw. Ik ben. Ik ben, absoluut. Waarom heb ik nou zo? Dit is geen zin meer. Dit is normaal. Wat is ons favoriete seksstandje? Ik wist deze film maar. Wie gaat er eerst? Gaan we ook niet door elkaar praten? Ik weet niet of dit gaan we Ja, ik weet het ook niet. Mag ik beginnen? Ik doe het wel. Ja. Mag ik beginnen? Gaan jullie beginnen? Ja, we gaan ik moet zeggen dat dat verschilt natuurlijk wel een beetje per in wel, wat voor vibe je bent. Vibe je bent. Stel je een beetje in de romantische vibe, stel je met een beetje aan in één keer. Ja. Nee, ik ga je gewoon een shot nemen. Gaan jullie wel een shot nemen bij waar weet je wat het is? Ik denk dat ik niet een favoriete standje heb. Dat is het. Dat wou ik dus. Dat denk ik. Ja, dat moet je ook goed. Ik ga een shot nemen. Ik wil niet in de tuin. Ik ook niet in de tuin. Deze gaat zo lekker. Als jij het wil zeggen. Ik vind bijvoorbeeld, af en toe vind ik Dolly veel lekker. En dat is gewoon omdat dat gewoon is als je bijvoorbeeld eventjes vol wil, dan ga je dat gewoon doen. Maar ik heb ook wel als je bijvoorbeeld een romantische dingen hebt, ja, dan is ik bovenop, hij bovenop, vind ik ook wel fantastisch. Ja, jij er bovenop. Ja. Dat weet ik bij jou. Jij er bovenop. Ja. Ja. Maar eigenlijk, het is een beetje, het ligt net wat je zegt, aan de vibe, aan de avond. Of je dronken bent. Ja. Ja. Eigenlijk is alles, niks is niet lekker. Nee, ik heb niet een favoriet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Oké, we moeten zo wel echt door naar de 43 of naar de Bacardi. Oh ja, we stoppen deze Bacardi. Ik wil liever Bacardi 43. Nee, ik wil 43. Ik wil liever 43. Op welke leeftijd werd je ontmaagd? 14. 15. Zo, ik 17. Maar jij had heel jonge vriend. Ja. Ja. Dus dat scheelt. Niet dat mensen. Maar je moet wel weten, ik was binnen 2 maanden weer 15. Dus het was echt net voor mijn 15. Ik was wel 15. Ik was wel net 15. Net 1 maand. Jong eigenlijk. Ja, okay. Oh, je bent wel benieuwd naar. Iemand geven of ontvangen, het krijgen. Dus wil je iemand tijdens de seks heel veel geven of wil je het heel veel zeg maar, zelf genieten? Ik vind het zo kut om over te praten. Ik ook. Ik weet niet of dit al op YouTube is. Oké, oh ja. Oh, wat erg. Nee, doe gewoon geen van dingen, punt. Ja. Punt. Je moet niet hele sensatie. Oké, okay, ja, maar we lopen altijd te lullen. We gaan nu doe geen van dingen. Nee, als de beurt, ik begin, oké? Ja, oké. Oké, vanaf nu, hè? Oké, ik denk geven. Maar alle twee wel een beetje, maar toch, we gaan mijn voorkeur iets meer naar geven. Oké. Ik vind het zo moeilijk. Ja, het is 50-50. Geven, nee. Ja, nou, ik denk dan inderdaad. Geven. Oké. Nee, bij mij is het, ik neem weer, maar ik geef liever. Oké.
Maar dat heb ik gewoon. Ja, maar dat is een goed antwoord. Oké, volgende vraag. Ja, volgende vraag. Dat is hier. Ik heb gewoon het gevoel dat ik met jullie ben. Ja, dat heb ik ook heel erg. Ik heb ook vergeten dat de camera is, maar het is niet best. Ik ben die camera helemaal vergeten. Roken jullie? Roken jullie? Ja. Roken jullie? Dat is de vraag. Nee, ja. Nou, nee. Ik rook niet, maar ik heb wel eens gerookt. Ik rook ook niet. Ik rook niet, niet dat je rookt. Nee, maar ik heb het wel eens gedaan. Ik heb het ook gedaan? Ja. Ja, maar dat is niet de vraag. Roken jullie? Nou, maar, ik rook niet. Nee, ik rook niet. Nee, nee. Hebben we nu een pakje in ons tas zitten? Nee. Nee, nou, dan dus we roken niet. Nee, next. Ja, is je vriend of ben jij wel eens in de mist gegaan met een ander? Maar ook wel. Ja, ik wil het eigenlijk niet in. Nee, maar dan je shotten. Ik wil zeggen, wij zijn allemaal gewoon fucking loyaal. Dus ja. Wat er gebeurt in het verleden, is in het verleden gebeurd. En dat is gewoon om de reden, dus... Precies. Wij zouden nooit door vreemd gaan tijdens onze relatie. Wat doe je stiekem als je alleen bent? En dat wil ik niet horen. Ik ga stiekem... Netflixen. Netflixen. Ja, ik wil je dan horen? Een stiekempje. Ja. Voor mij hebben we allemaal hetzelfde van, ook in je hoofd. Want je bedoel... Nou ja, het is niet per se als ik alleen ben dat het gebeurt. Dat het altijd iets is, maar ik bedoel, als ik alleen ben, ga ik ook wel gewoon eens iets leuks doen. Gewoon met boodschappen of zo. Gewoon met vrienden of zo. Ja, weet je allemaal. Oké, okay, we gaan het gewoon nemen. We gaan het gewoon nemen. Nee, ik ga je ook. Nee, ik ga je ook. Nee, ik ook. Nee, ga je maar shotten. Ik ga je niet meer shotten. Wat doe je als je. Nou, cheers. Ja, maar dus niet als je alleen bent op een normale vrijdag. Nou, ik zou het niet weten. Doe maar een shotje aan. Maar ik zou het niet weten. Ik zou ja, niet ga je vertellen. Ja. Misschien zit je wel. Nou, niet alsof we allemaal niet allemaal dingen ja, misschien zit je wel. Oké, nou, ik zou het niet meer vertellen. Zij heeft het verteld, jij hebt niet shotten. Maar wat vertellen? Maar wat heb je nee, ik heb het achter. Nou, dat zijn easy toys. Nee, ik heb het over het algemeen. Dat zei het over het algemeen. Ik zei het van de volgende. Oké, als sexy. Oh, dat was sexy. Dit trek, dat doe je toch al. We doen het gewoon. Proost! We gaan allemaal shotten, want we weten niet. Ben je er nog mee? Nee, ik ben er ook. Maar krok. Ben je al geweest? Ja. Natuurlijk. Ja, we kunnen even stoppen. Oké, okay, we doen even een pauze in de laatste. Ja, dit is helemaal fout. Ik ben dronken. Ik ook. FaceTime, de laatste die jou geappt heeft. En doe alsof diegene jou FaceTime heeft. Oké. Okay. Dat is zo. Oké, okay, Nina onze beurt. Nina begint. Je weet echt niet met mijn moeder. Mijn moeder ook. Wil je dat doen? Ik heb mijn broer. Oké, nee, Daan heeft mij voor het laatst geappt. Ja, dan moet ik Daan facetimen. Oké, gaat nu. Zeg even. Hey. Hallo. Wacht, ik kom zo aan. Waarom facetimen we? Doe jij? Nee, doe jij. Ik neem op, maar jij facetimen. Wat een man! Het enige wat ik heb gezegd. Hij heeft helemaal zin in wat hij ja. Ik wil zijn kop zien, ik zag zijn kop niet. Mijn moeder. Ja, doe maar. Ja, dus of shot of je moeder facetime. Ja, Marije, kom op, Marije facetime. Marije, ik ga het naar. Die gaat niet opnemen hoor. Die denkt fuck al. Hey man. Hoi. Hey. Oh, je belde mij. Oh, alweer. Ja, geweldig. Nee, je belde ons. Oh, sorry. Oh, geef me. Staat bij haar. Doei. Nee, dit was zielig. Oh, nee. Dit is echt heel erg. Nee, dit was echt zielig. Dit was echt heel zielig. Ik heb Isabel voor het laatst. Nee, dat is echt zielig niet. Ja, Isabel, kom op. Oh. Oh. Ik heb Isabel. Kom erbij. Ik heb slaap lekker gezegd. Yo, wat is er? Mens? Je feest aan hem toch? Is er sowieso voor iets? Ah, boelie. Maar die snapt echt het leven. Die snapt het leven. Jij snapt het. Jij bent het, schat. Video. Ja. Kijk. Family app. Nee, ik zeg het zo. Dat zijn allemaal groepen. Ja, dan broeder, dan Tom. Ja, dan moet je door FaceTime. FaceTime je broer vaak. Ja. Oh, dat kan wel. Maar FaceTime is wel. Maar hij neemt niet op. Maar wel voor het eten. Oh ja, die deur. Oh, ik schrik het.
We gaan de video afsluiten. We zijn al een uur afwezig geweest. We zijn alleen maar TikToks aan het maken. We moeten eigenlijk nog één vraag voor de Kardashian. Ja, we gaan dat doen. Eén vraag en wil je niet op beantwoorden, moet je op een Kardashian doen. Ja, reed je vriendinnen van het leukste naar minst leuk. Nee, dat zou ik als kut vragen. Ja, dus dan moet iedereen shotten. Ja, okay. Ik krijg niet allemaal elkaar. Vraag me dat opnieuw, dat is even goed bij video. Ja. Reed je vriendinnen van het leukst naar het minst leuk? Ja. Nee, shotten. Ja, dat is shot. Ja. Ja, één ik zelf. Daar valt nog maar één ding te doen. De Bacardi, grijp naar die fles. Besef. Hoppa! Oh, ik zie er zo veel. Oh, nee. Oh. Hoppa! Ik zie er veel. Stop. Hoppa! Stop. Wat ben je even? Ik ben Wat is deze voor mij nu? Ja. Wat is dat er voor? Cheers! Cheers! Oké, 3, 2, 1. Ja, 2. Jongens, niet. Nee, ik wil dood. Maar is... Oh. Oké. Zet me eens helemaal op. Wat doet zij nou? Hoe heeft die Nou, jongens, jongens, we gaan het afsluiten. Het is niet eerlijk verdeeld. Vond je de video dan leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En dan volg ons op Instagram, staat hier in beeld. En abonneer. Natuurlijk, abonneer, subscribe. En laat de reacties achter of je deze video echt super leuk vindt. Heel leuk, man. Ja. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik heb echt een...